Oké, kom op. Hè? No way! No, no way! Maat! Maat! Wat? No way! Oh, maat! Maat! Boom! Shine it! Woo! Maat, dit is oneindig fucking goud! Yo, kijker, is van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe server survival. En mensen, normaal zullen we zeggen, waar is Sleen? Vandaag moeten we zeggen, waar is Dylan? Huh? Voor de mensen, I kid you not, het is 4:30, Dylan slaapt nog. Dylan en Mike hebben de rol even omgedraaid vandaag, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan doen wij het gewoon met z'n tweeën, right? Ja, klopt. We moeten verder. Daarom, voor de mensen, sorry, meen ik oprecht, dat er zo lang tussen heeft gezeten met de andere video en deze video. Gaat niet meer gebeuren. Trust me, oké? Okay? Als jullie ervoor zorgen dat jullie nu allemaal massaal dat duimpje omhoog gaan klikken en zorgen voor 100 likes bij deze video, dan hoor je denken, waarom 100? Ja, waarom niet? Weet je, misschien haalt het ook wel gewoon meer. Doe dat vooral. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mocht je dan zelf mee willen spelen, mensen, op de server, alle informatie over de server staat beneden onder in de video. Klik op het meer, weergeven wat ook allemaal. Alles staat er. IP, Minecraft-versie, shop, Discord, alles erop en eraan. En dan komt het helemaal goed. Zo, ja. Voor de mensen, terwijl Sleen die zo meteen ondertussen de boel had, een beetje gaat verder met bouwen wat er kan, want je hebt een echte DDG-bouwer. Heb ik ook een aantal keys die ik in de spawn ga openen, want nu hoor ik je denken, ja maar durf, dat is helemaal niet eerlijk. Oh jawel, iedereen in deze freaking wereld heeft allemaal voordelen gekocht en weet ik het allemaal. Ik denk, weet je wat, moet ik ook hebben. Dus say no more, I got this, ik ga keys openen. You got it, fam. Dankjewel. Pak de loot. Nou, ik hoop eigenlijk dat wij... Ik hoop op spawners en ik hoop op geld. Want als we naar de auction gaan... En even kijken, wat staat er nu op? Even kijken, een boog 1500. Kijk, maat. Nog 9,5 uur, er zijn spawners op de auction. Skeleton spawner. Mushroom spawner. Maat, een beacon voor 20k voor 4 uur. Daar moeten we eigenlijk ook op gaan bieden. We moeten geld hebben, maat. Daarom, wacht, even kijken. Wat is mijn slash bal? Oké, ik heb $500. Coin flips, staan de coin flips. SME heeft een coinflip van 1000. Die kan ik nu niet eens betalen. God damn it. Oké. Okay. Mike, ik ga naar de spawn. Ik kan een coinflip voor 200. Voor de mensen, we beginnen met 4 Mars crates. We gaan het gewoon doen. Oh, trouwens, voor de mensen, voordat we dit gaan doen, belangrijke info. Elk weekend hebben wij natuurlijk een extra shop die natuurlijk open is voor ja, de mensen in de service die kunnen kopen. Die gaat vanaf morgen weer open, dus mocht je daar iets van willen kopen, zorg natuurlijk ook voor dat je natuurlijk aanwezig bent in de server, maar natuurlijk ook dat je in de Discord aanwezig bent. En waarom ook in de Discord? Krijg je ook altijd alle informatie over de server, de laatste updates, de laatste suggesties, de laatste kortingscodes, alles erop en eraan. Zeer important, hè? Mike, we gaan voor het geld, daar gaan we dan. Maar ga voor het goud. Een toolset zou ook wel fucking chill zijn, though. True. Of, maat, immense, ik een pet ook. Oh, maat. Boom! Shine it. Woo! Maat, dit is oneindig fucking goud. Oké, dat is goed. Yes! Oh, ik ben oprecht, ik ben blij met deze. Oké, come on. Another one. Please. Toolset, yes. Kom terug met goud. Yes. Toolset, maat. Dat hebben we echt nodig. Maat, ik heb nu... Full diamond toolset met efficiëntie. Efficiëntie, sharp. Yes, famos. Oké, nou alsjeblieft. Gek genoeg wil ik geld. Oprecht, ik wil geld. Of XP of nog een spawner. Mike? Ja? Ik heb ook een toolset voor jou. Yes. Say no more, maat. Say no more. Oké, dan. Eigenlijk hebben we er 3 nodig voor Dylan. Maar ja, hey, zie jij Dylan? Nee, die is aan het slapen. Dylan? Oké, kom op. Hè? No way. No way. Maat. Wat? No way. Lemau. Dit is... Oh my god, voor de mensen. Je kan dus ook pets in-game krijgen. En ik... Oh... Je maakt mensen nu echt heel erg jaloers. Ik weet het. Oh my fucking god, ik heb hem. Dit had ook een boost item kunnen zijn. Ik heb de fucking parrot, maat. Oh my god. Oh, dit is fucking sick. Wauw, oké. Je hebt mensen jaloers gemaakt nu. Ouwe, Mars crate. En een spawner. Dubbel toolset voor jou en voor mij. En een fucking pet. Oh my god, op naar de Jupiter crate, come on, let's go. Oh, maat, het maakt me niet eens meer uit wat ik krijg. Echt waar, het maakt me niet eens meer uit wat ik krijg. Hoewel, een trident, oh, ik dacht trident, maar... Mike, daar komt het. De eerste laat een cashje binnen, 20.000. Oh, ik kan stiekem met die beacon misschien gaan spannen. Weet dat, bieden straks. Oeh, dat is een goede maat. Mining fatigue en al dat soort shit, dat is fucking nice. Oh yes, let op. Een Elytra? Yup.
maat. Maat, we trekken heel die span leeg, maat. Oh, wat een goed begin van mijn weekend. Come on. Ja, dit is heerlijk. Kunnen we ook wel echt gewoon gebruiken. Oké, nog een toolset, maar dit keer van de Jupiter Crate. Dus die is wel weer beter. Dus, dit betekent, ik ga met de Jupiter Crate tools spelen. Jij en Dylan kunnen met de Mars tools gaan spelen. Big brainer. Maar wat nou als ik met de Jupiter tool ding wil spelen? Dat gaat niet, ze zijn van mij. Oh. Maar ik ga naar de beste crates ever, de Saturn crates. Alsjeblieft. Maar ga voor goud. Spawner of boost item. Spawner of boost item. Of netherite tools. Maar er zit toch ook 100k in? 100k! Maat, jij wou Jupiter tools? Jij krijgt Jupiter tools van mij, ouwe. Kom op, laatste. Oké, kom op. Kom op, alsjeblieft. Spawner. Of... Oh, hij was zo dicht bij het loot item. Eén daarnaast. Nee. Wat heb je? Nee. 20 levels. Of 10 levels. Nee, 10 levels. Nee, 20. 20 levels, maar ik heb daarmee ook een achievement gehaald. Maar maat, ik mag niet. Ik mag echt niet klagen. Maat, echt. Wauw. Waar ben je? Ik kom nu weer naar boven. Ik was aan het zoeken naar, volgens mij, Andesite om verder te bouwen. Maar ja, hè. Okay. Ik kan het niet echt vinden. Mijn pet is invisible. What do you mean? Ik zie Duffy Games Package, zag ik net zo. Oh, hij is er weer. Hij is er weer. There we go. Oh. Maar bijna over. Dit is fucking lit. Oh, daar komt hij aan. Oké. Poink, poink, poink. Oké, maat, let op. Speciaal voor jou. Jij krijgt van mij de Jupiter. Oh, wacht, wat was de... Ook een zwaard. Oh, Jupiter, there we go. Ik heb dus... Mag ook wel wat Saturn bij, hoor. Nee, die hou ik zo. Ik heb mijn eigen Saturn set, zo, there we go. Maat, kijk deze. Zombie pick spawner. Maar, coin flip. Wil iemand een coin flip voor 20k... Zet hem en ik pak hem meteen. Maat, als ik die coinflip namelijk pak, dan koop ik daarna meteen die beacon op de auction. Dit kan of heel goed gaan, of heel fout. Maat, dit is de meta. Ik serveer het je. I believe. Ik doe ondertussen deze toolzoek even hierin. So there we go. En de elytra doe ik er ook even in. Oké, goed. Nee, ik durf niet. Maat, kom op. Iemand? Wat een mietjes. Dat durven ze allemaal weer niet. Ik heb nooit geluk. Wauw. Wacht, maat. Aan de andere kant, weet je, als niemand het doet, laat ik even bij die boekjes kijken ondertussen. Want als ik nu ga naar de auction. We hebben namelijk nog helemaal geen ene moer, hè. Er zijn ook boekjes te koop. Depstrider. Oh. Really? Okay, voor de mensen eventjes. Normaal gesproken staat deze afdeling van de auction vol met mending, fortune, een breaking. Wanneer ik iets wil kopen... we hebben Depstrider overal. Are you kidding me? Coin flip. Dat is ook wat chill als je uiteindelijk... Maat, daar gaan we! Maat, daar gaan we! Dino, alsjeblieft win. Oh. No. Stop it. Get some help. No. Mike, we hebben... Mike, de beacon moet nog even wachten. Dit telt niet. Mag ik 20k terug? Ik heb er niet goed geld teruggarantie AWB kaart gepoeld. Ja, maar echt. Dit gaat helemaal nergens over. How did I lose? Nee, maar how is it possible? Hij is ook een astronaut. Hij heeft ook zijn geld nodig. Oké, okay, ja. Yeah. Mensen, wat hebben we geleerd van deze video? Do not gamble your money away. Keep it, oké? Okay? Keep it. Voor je Elytra. Nein. Ik ga die Elytra echt niet verkopen. Als we uiteindelijk vuurwerk hebben, ouwe, ik vlieg heel die map door als een jekko. Ja, maar echt hoor. Echt als een jekko. Torches mee, there we go. Want wat we nu moeten gaan doen is... Sowieso, we moeten gear gaan hebben, want we hebben nog geen gear. We kunnen geen gear van mensen overkopen, want we zijn te skeer. Dus, oh, kijk ze shinen met nog meer geld in te zetten. Oh. We moeten gewoon even nu een stukje dan maar gaan minen, I guess. Hoewel, ik heb natuurlijk die nieuwe pickaxe, dus... Wat is dit voor rare manier? Ja, die ben ik ook al lekker aan het gebruiken. Wat, hier. Ben je op een meter hoogte? Oh, 10. Ja, oké, doe op deze hoogte minen. Ik ben op 11. Maat, jij bent echt raar aan het minen. Ik zweer het je. Maat, ik hak elke kant op. Ik had net een stone pickaxe. Ja, maat, we hadden net een heel mooi mining systeem. En je hebt alles weer, hè? Nee, nu is het gewoon beter. Heb je trouwens wel de miner job aanstaan? Yup, ik krijg heel veel geld. Oké, ja, nee, ik ook. Maat, ik zei wel dat ik een spawner wou, waar ik op zich ook echt blij mee ben. Maar ouwe, had ik dan een boost item gehad, maakte ik nog meer geld.
Dat was ook een goeie geweest. Voor de mensen die niet weten wat het allemaal is, je hebt boost items ook in die crate zitten. En met die boost items krijg je dus dubbel geld, dubbel XP op sommige jobs wat er kan, waardoor je dus nog meer geld kan maken. En ja, I need fucking money right now. Als er iets is wat ik nodig heb, is het gewoon geld. Maar goed, maakt niet uit. Geld kan je echt heel veel hier. Yup. Doe gewoon even een klein stukje mining, kijken of hier iets kunnen vinden. Nee, ik heb een mooi andesite gevonden voor het huis. Kan ik het eigenlijk afmaken? Ja, ik heb alleen die dat witte steen. Wat lijkt op... waar lijkt het überhaupt op? Kalk? Ik weet het niet. Mijn diorite of zo. Ja, dat is niet... Jij moet die bruinig hebben, toch? Nee. Gewoon de stone versie eigenlijk. Gewoon grijs. Stone versie? Andesite. Oh, ik heb diorite. Maar dat heb je dus niet nodig. Nee. Oké, sorry hoor. Oh, sorry. Maar ik heb wel een pet. Maat, als Dylan die niet is, dat brengt gewoon geluk. Oké, Dylan is er niet, brengt geluk. Noot het. Yep. Oh. Oh, maat, ik vind hier iron alles, jongen. Zometeen kunnen we rustig bezig gaan met iron dingen alvast te maken, weet je. Ik bedoel, ik zeg het je eerlijk, ouwe. I don't mind rond te lopen in een iron gear set. I don't mind. Nee, dat is goed genoeg. Ja, toch? Ja, ik bedoel, dat diamond gear wil ik uiteindelijk wel hebben. Oh, wel, uiteindelijk wil ik natuurlijk netherite hebben. Maar dat komt wel. Weet je, als we beginnen met iron gear. Ach, het is wat het is. Je moet ergens beginnen. En we hebben zo'n enorme voorsprong nu al met de tools. Dat is zo sick. Want dit gaat zoveel sneller. Dit gaat zoveel sneller. Iemand coinflip 11k. Ja, als ik het geld had, had ik het gedaan. Iemand. Wacht. Coinflip slash... 800 euro. Ja, ik kan ook een coinflip van 800 euro nu. Maar ja. 800 euro en een dream, zeggen we dan, hè? Precies. 800 euro en een dream. Gek bedrag. Nee, Marco, dat is helemaal niet gek. We hebben niet zoveel geld, oké? We hebben niet zoveel geld. Trouwens, overigens voor de mensen. Vanavond zijn we natuurlijk ook altijd live op de server. Namelijk op Twitch. Daarvoor vind je het linkje ook in de beschrijving. Misschien, Mike, is het niet eens een gek idee om op stream ook wat te gaan minen. Want ik snap dat mensen natuurlijk ook niet zin hebben om de hele tijd in een video naar het minen te kijken. Misschien is dat ook wel leuk dat we vanavond eventjes wat gaan minen on stream. Dus mocht je dan voor de mensen het vervolg van willen zien, hoe wij wellicht aan spullen komen, dat we eerst volgende keer misschien diamonds hebben. Die denken van, ja hoor, durf, hoe kom je aan diamonds? Heb je ingespand? Wees je dan vanavond bij. Maat, ik praat over diamonds. Guess fucking what? Maat, wil je alsjeblieft je X-ray uitzetten? No way. Oh my god. Oh my maat, mijn luck vandaag. Maat, mijn luck vandaag. Maar de vraag is nu, laat ik het zitten voor een fortune of wat? We hebben al 16 diamonds liggen, in principe. Fuck it, ik mine het gewoon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah. 10 diamonds in de pocket. Achievement voltooid. $100 extra gekregen. Well, there we go. Maat, vanavond, ik ga zorgen voor zoveel diamonds. Daar word je eng van. Echt waar, ik zweer het je. En de mensen gaan dat zien. De mensen gaan dat oprecht zien. Maar mensen, daarom gaan we nu niet te ver door. Want ik snap ook dat jullie wellicht mining niet het allerleukste vinden. Om naar te kijken. Want ja, jullie denken, ja, we kunnen zelf ook wel minen. Dat begrijp ik heel erg goed. Ik kom binnenkort ook eens eventjes bij andere mensen langs bij hun base. Misschien dat wel mensen ons spullen willen geven. Waarmee wij een beetje vooruit kunnen. Want ja, je hebt het gezien. We hebben... Shit, ik hoor een zombie. Er zit ergens een cave in mij, ik ga niet verder. We hebben gewoon spullen nodig die andere mensen hebben. Met name dus vooral dingen als... beacons en weet ik het allemaal. Dat zijn gewoon hele handige dingen. Met name natuurlijk ook voor het minden. Kan je haste aanzetten en noem het maar op. Sure, we kunnen nog niet poweren. Maar hey, langzaam komt het allemaal goed. En dan, weet je, komt het gewoon goed. En voor de mensen die denken, duh, waarom hak je godsam ook redstone? 1, voor het geld en XP. Erg belangrijk. En 2, misschien dat ik die redstone blocks op de auction kan verkopen voor een paar honderd euro. Hey, money is money. We need it right here, right now. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk, smash allemaal maar zo een duimpje omhoog aan. Kom ook vooral spelen op de server. Alle informatie vind je natuurlijk beneden eronder. En wees vanavond ook bij de livestream aanwezig. En mensen, tot de volgende keer.